In deze aflevering van De Wereld van de Marechaussee zijn we bij een undercover-operatie van het drugsteam Schiphol. Ja, actie nu, jongens. Politie, politie, politie aanhouden. Zeg door, tegen die karren, tegen die karren. Wordt deze touringcar gecontroleerd en heeft niet iedereen alles op orde? Look, listen, no, listen. We decide how it's going to go, okay? Not you, okay? Mag dit stel wel door? En is het afzien voor de marechaussee in opleiding? Zal iedereen de eindstreep halen of niet? Met een goede voorrechtsteun, kom eens op. Ik wil niet nog een keer, maar wel. De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, wat inhoudt een politieorganisatie met militaire status. De Marechaussee, afgekort ook wel de KMAR genoemd, waakt over de veiligheid van onze staat. In Nederland en ver daarbuiten. Hi, we're with the Royal Dutch Marechaussee and the Coast Guard. Can we see your papers and your passport? In deze serie zien we dat de KMAR grenspolitietaken uitvoert, maar ook bewaakt en beveiligt in zowel Nederland als op andere plaatsen in de wereld. Maar wat houdt dat in? En tegen welke zaken lopen zij aan? Dat laten we zien in De Wereld van de Marechaussee. We beginnen op Hazeldonk, de bekende parkeerplaats bij de grens van Nederland en België. Hier vindt vandaag een grote controle plaats van de KMAR, in samenwerking met de politie. Ja, goedemorgen allemaal. Als eerste allemaal welkom. Bedankt dat jullie aan willen sluiten vandaag bij deze multidisciplinaire controle. Het is fijn om met alle ketenpartners te zien. We zijn bezig met een multidisciplinaire MTV-controle. Dus dat wil eigenlijk zeggen onze eigen controle vanuit de Koninklijke Marechaussee. Mobiel toezichtveiligheid. Met daarbij aansluitende ketenpartners zoals de douane, de politie en de arbeidsinspectie. En wat we vandaag gaan doen is dat de motorrijders selecteren voertuigen vanaf de weg. Die worden controleplaats opgeleid en hier worden ze gecontroleerd door de verschillende ketenpartners en door ons. Als we motorrijders staan langs de snelweg en die kijken gewoon op basis van behavioral detection en bepaalde indicatoren die we hebben van welke voertuigen interessant kunnen zijn voor de controle. Tevens nemen ze erbij ook mee de interessante voertuigen die ze voor de ketenpartners, zodat alle ketenpartners hier hun eigen zaken kunnen pakken. Hallo, goedendag. Goedemiddag. Spreek Nederlands? Ja, kan ik in Nederland. Oh, super. We zijn van de Marechaussee. We zijn bezig met een identiteitscontrole. Ja. Dus ik had graag van u een paspoort identiteitskaart willen zien. En ik mag voor mij heel even de motor afzetten van het voertuig. Ja, dankjewel. Ja. Dan mag u voor mij ook even de achterkant van het voertuig openmaken. Dan wil ik even naar binnen kijken. Aan de bijrijderskant spullen die je bij je mag hebben, maar liever niet op die plek. Kijk, hier heb je gelijk een Stanley-mes liggen, zeg maar. En daarnaast ligt hier zo'n schaar. En in principe, dit soort spullen dat is natuurlijk niet verboden. Alleen dat zien we niet graag in het voertuig liggen. Dus dat je het direct voor handen hebt, omdat het wel steekwapen gebruikt kan worden. Achterin is leeg. Helemaal leeg? Ja. Hey, voor wat betreft dat mes, dan ligt ook nog een schaar bij u voorin. Hè? In Nederland zien we dat liever niet. Ik snap dat het bedrijfsgerelateerd is, dus ik ga er ook niks mee doen. Hè. Wordt niet in beslag genomen, wordt geen boete opgelegd. Ja. Maar ik wil wel even dat u het daar weghaalt. En dat u desnoods even achterin het voertuig legt. Meneer maakt er geen punt van en geeft keurig gehoor aan het dwingende, doch vriendelijke verzoek. Tijdens deze actie zijn er 10 controlevakken waarin auto's, busjes en touringcars onder de loep worden genomen. En nu is dit Franse voertuig aan de beurt. Ik heb pas één document, hoor. Wat? Ik heb pas één document. Ik heb een rijbewijs en hij heeft hem niet fysiek, maar mogelijk op zijn telefoon. You also have identity card? Yeah. Thank you. Vooralsnog ontbreekt het aan de juiste reisdocumenten en autopapieren. En dus kijkt de douane ondertussen maar eens even wat er in de achterbak ligt. Als Roy eindelijk de autopapieren in handen krijgt, is de verbazing groot. Deze auto mag de weg helemaal niet op. Ja, sleep maar af. Spookvoertuig. Ja. Uit kentekenbewijs blijkt dus dat sinds juni afgelopen jaar het voertuig dus verkocht is en niet meer goed geregistreerd is. Nou, dat is bij ons dus bekend als een spookvoertuig. En die worden eigenlijk standaard in beslag genomen en dan krijgt de eigenaar 14 dagen de tijd om aan te tonen dat het voertuig daadwerkelijk van hem is en dat het goed geregistreerd is. Als je geen kenteken fatsoenlijke kan overhandigen, is het gewoon 14 dagen regeling. Ja, precies. Dan mogen ze lopen. Koortsachtig wordt er met de thuisfront gebeld. Maar het ziet er niet naar uit dat dat tot een oplossing gaat leiden.
Oké. Dat je probeert met spullen. Met behulp van een Franse tolk wordt de bestuurder meegedeeld dat hij niet verder mag rijden. Volgens ons systeem is het voertuig waar u in rijdt, is dat niet verzekerd. En kunnen wij dat ook niet peilen omdat hij niet de actuele tenaamstellingsbewijs bij heeft. Dat betekent dat wij het voertuig in beslag gaan nemen en dat de eigenaar 14 dagen de tijd heeft om aan te komen tonen dat het voertuig wel op een goede manier is verzekerd. Wie? De auto wordt zo meteen in beslag genomen, ja. Dus wordt dadelijk afgesleept door een sleepbedrijf en dan wordt hij daar bewaard zodat hij opgehaald kan worden. Die jongens die zullen dan ander vervoer moeten regelen, dus zij een taxi of een vriend die ze op komt halen. Wacht de heren nog één klus. Alle persoonlijke spullen moeten de auto uit. Ja, alles moet eruit. De auto is in beslag genomen. Dus, ja, alles. Everything needs out of the car. I call my friend. Alles moet uit de auto, omdat het voertuig in beslag wordt genomen. Dit in verband met als de eigenaar niet komt opdagen, dan gaat uiteindelijk het OM gaat een beslissing nemen over wat er met het voertuig gaat gebeuren. En dan mag er niks van persoonlijke eigendommen of zo nog in het voertuig zitten. Want het wordt misschien dan verkocht via domeinen of het wordt uiteindelijk wordt het voertuig vernietigd. En dus moeten de bezittingen toch ergens heen. My boss will come here to take us to France. Yeah, but lucky. Dat gaat nog wel even duren. Wanneer de auto helemaal leeg is, gaat hij op de sleepwagen. Of ze hem ooit nog terug gaan zien? Nou, die kans is erg klein. Straks gaat deze touringcar onder de loep en heeft niet iedereen alles op orde. Look, listen. We decide how it's going to go, okay? Not you, okay? Mag dit koppel wel doorreizen? We gaan naar het opleidingscentrum van de marechaussee op de Willem III-kazerne in Apeldoorn. 45 studenten hebben hier 12 weken lang de algemene militaire opleiding gevolgd. En vannacht vindt de laatste training plaats. We zijn vandaag op het opleidings- en trainingscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Dus alle collega's die bij de Marechaussee willen werken, die worden hier eerst opgeleid en klaargestoomd om in de praktijk het werk te gaan doen. De eindbivak is zowel fysiek als mentaal een pittige opdracht. Kom op mensen, bewegen. En het slechte weer maakt het er niet gemakkelijker op. Pak een tas, kijk wie het is, paas hem door. Kom, help elkaar. De studenten hebben nog geen idee wat ze te wachten staat. En dat is precies de bedoeling. Vannacht hebben we een uitgebreid programma waar we eigenlijk alle aangeleerde aspecten van de opleiding nog eens de revue laten passeren. En twee jongens, kom. Dus ze gaan alle aangeleerde skills en drills gaan ze nog een keer toepassen deze laatste avond. Om te laten zien dat ze de beret uiteindelijk verdienen. Knallen. Bij mij is het belangrijk doorzettingsvermogen. Dat je gewoon nog kan denken, zodat je durf en daadkracht. Dat wil ik goed zien. Als je dat niet ziet, kunnen we dan alsnog de keuze maken dat je beret niet krijgt. Check. Vijf minuten beter. Kuttelen. Alle top uitzicht, we hebben alle aan de ogen. De kleding van de marechaussee is doorgaans blauw. Maar ook in het groen moet men hun mannetje kunnen staan. Ze kunnen, als het moet, worden uitgezonden naar een oorlogsgebied. De marechaussee valt onder de noemer defensie. En daarbij hoort ook de ANBV, de Algemene Militaire Basisvaardigheden. Dus dan worden ze eerst opgeleid tot militair en daarna worden ze verder meegenomen in de vaktechnische opleiding binnen de marechaussee. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat we zowel in Nederland worden ingezet, maar ook in het buitenland meegaan op missies met bijvoorbeeld de landmacht. Kom, gaan. Kom. Gaan. Goed. Deze nacht willen we vooral zien dat de leerlingen mentaal en fysiek echt wel de grens van zichzelf laten zien. Dus echt wel doorzetten. En daar gaan we vooral naar kijken. Ook weer 20 seconden de tijd om je wapen daar neer te zetten. Start. Ja, precies hetzelfde. Kom. 2. 4. Nou, best wel iets als je hebt gedaan. 6. 7. 8. Staan. 9. 10. Gewoon bieberen. 4. 11. 12. Ja. 13. 14. 15. Jongens, helpen. Simon. Je wapens staan niet goed. We verwachten zeker een bepaalde mate van strakheid bij de leerlingen. We moeten gewoon punctueel zijn. Afspraak is afspraak en die kom je na.
niet goed is opnieuw, heeft vooral mee te maken dat ze straks in een werkveld gaan werken waar we niet kunnen toelaten dat ze net 2 seconden te laat waren. Want dat zou hun leven kunnen redden. Ja, hè? Eindelijk een keer geluk. De studenten beginnen met fysieke inspanning. Tijgeren, klimmen en jezelf verplaatsen over touwen. Zeker in de regen is goede grip krijgen op de natte, gladde touwen een behoorlijke uitdaging. We beginnen door te tijgeren, kom op. Iedereen staat op jullie te wachten. De spullen wil ik tegen de balken aan hebben. Doe een goede voorlichtsteun, kom eens op. 1, 2. Maak gewoon een baard hier. Kom op, ga door. Ga door. De leerlingen zijn nu bezig met het onderdeel de touwbaan. En eigenlijk wat we daar verwachten van ze is dat ze een beetje doorzettingsvermogen laten zien. Ze wil afval moet je opnieuw. Dus mochten ze het stuk niet halen, dan gaan ze opnieuw het touw op. En dan maken ze het gewoon weer af, totdat het goed is. Kom op man, herstel jezelf. Hij mag ook opnieuw. We proberen gedurende de opleiding hun grens steeds verder te verleggen. Jij wordt je bered, toch? Zowel fysiek als mentaal. Daar is dit een mooi onderdeel van. Pak je wagen uit, Jonsen. Goed zo. Yes, kom hier voor de zes staan. Kom op. Niet eerder ervan af. Anders moet je weer opnieuw. Kom. Knop. Naast de pittige trainingen en de slapeloze nachten maken de barre weersomstandigheden de situatie extra zwaar voor de studenten. Het is letterlijk vallen en opstaan. Kijk opnieuw, hè? Dat mag ook. Ik wil niet nog een keer opnieuw, wel. Kom maar. Gaat-ie? Gaat alles goed? Blijf even liggen. Ik wil achterover. Als je nog wat? Je nek een beetje? Heel erg? Nee. Dus je kan hem gewoon bewegen. Ja. Deze militair verbijt de pijn en gaat door. Straks gaat de bikkelharde training nog even door. Door de kust heen! Hij is trots staan, leu. Jullie staan met een ziel onder je arm. Ja, borst vooruit, kin omhoog. Zullen alle studenten slagen? Door naar Schiphol. Een belangrijk werkgebied van de marechaussee. Zo hebben ze een taak als politiedienst. Wat? Dat wordt ook. Gewoon doorlopen. Gewoon storen. Ja, gewoon even doorlopen dan. Bewaken de zwaar bewapende mannen en vrouwen van de GBB het Schipholgebied ter voorkoming van aanslagen of andere vormen van gevaar? En is de KMAR natuurlijk verantwoordelijk voor de documentencontrole als reizigers ons land in of uitgaan? Op Schiphol is er echter nog een dienst actief van de marechaussee die zelden tot nooit wordt waargenomen door bezoekers. Het DTS, wat staat voor het drugsteam Schiphol. Ze werken eigenlijk altijd in de luwte om zo hun werk goed te kunnen doen. We houden ons als team bezig met de drugsgerelateerde criminaliteit in de passagiersstroom op Schiphol. We observeren op Schiphol in burger, dus onherkenbaar. Dan gaan we op zoek naar opvallend gedrag van passagiers. Of de douane, die heeft hier op Schiphol de controlebevoegdheid. Dus die controleren de passagiers. Er lopen hondjes mee, die proberen de drugs te onderkennen. In de kelder worden de koffers gescand. Ja, en eigenlijk zodra de douane zeg maar, iets onderkent, dus een slikker of een koerier, dan worden wij meteen geïnformeerd, worden wij gebeld. En dan gaan wij daar eigenlijk op reageren, op doorpakken. Het traceren van koeriers die drugs vervoeren in hun koffer of in hun lichaam, ook wel bolletjeslikkers genoemd, is één. Maar de echte focus ligt nog veel meer bij de organisatie daarachter. En dan hopen wij met de informatie die wij krijgen van die slikker, van die koerier, hopen we te kunnen doorpakken richting een opdrachtgever, richting iemand die het faciliteert. Straks gaat het afzien nog even verder. Hij is trots staan, leu. Jullie staan met een ziel onder je arm. Ja, borst vooruit, kin omhoog. Gaat iedereen het redden? Maar nu eerst terug naar Schiphol. Een terrein waar de marechaussee met meerdere disciplines actief is. Eén daarvan is het DTS, wat staat voor Drugsteam Schiphol. Zij werken in de luwte,
en focussen zich vooral op drugsrisicovluchten uit Zuid-Amerika. Een aantal landen zijn gekenmerkt als zijn de risicolanden. Daar heeft, de douane heeft daar ook zogenaamde 100% controles op gecontroleerd. Wij weten vanwege onze nauwe samenwerking wanneer die 100% controles zijn. Dus wij weten dat ze de passagiers gaan interviewen aan de gate. Er lopen hondjes mee die proberen de drugs te onderkennen. In de kelder worden de koffers gescand. Ja, en eigenlijk zodra de douane zeg maar, iets onderkent, dus een slikker of een koerier, dan worden wij meteen geïnformeerd, worden wij gebeld. Dan wordt de verdachte al dan niet aangehouden. En dan gaan wij daar eigenlijk op reageren, op doorpakken. Dan is er een melding. In een koffer is er door de douane drugs aangetroffen. Via de scan is er een koffer onderkend, waar pakketten met cocaïne in opgeborgen zat. Nou, wat we nu hebben gedaan, is dat we daar omheen eigenlijk een observatie inrichten. Dus we zorgen ervoor dat de koffer weer op de band terechtkomt. En dan gaan wij kijken, zonder dat diegene door heeft, van wie die koffer komt ophalen. Ja, voor iedereen, we gaan zo die band of die koffer op de band gooien. Hoe we dan vervolgens doorpakken is eigenlijk dat diegene neemt de koffer mee. En dan zijn wij natuurlijk benieuwd naar wie komt dan diegene ophalen. Met wie legt hij contact? Bij wie stapt hij in? Dus eigenlijk de afhaler, die willen wij dan ook nog onderkennen. Dus we lopen net zo lang mee tot diegene hier degene ontmoet met wie hij had afgesproken. Er is in no time een observatieactie opgetuigd. Met als doel koerier en ophaler te traceren. Als iedereen in positie staat, is het een kwestie van volgen en opletten. Dan is het moment daar. De koerier maakt zich bekend en het team komt in beweging. Actie nu, jongens. Zonder dat de koerier ook maar iets in de gaten heeft, wordt hij aan alle kanten gevolgd. Eenmaal in de aankomsthal gaat hij bellen, waarschijnlijk met de ophaal. Daar staat de koerier. En daar iemand van het observatieteam. De man is op zoek naar zijn ophaler. Het team houdt de koerier in de gaten. TV-casus, incheck Bali, nummer 8. Richting Draaideur, hotel. Hoogte incheck Bali nummer 4, binnenzijde Draaideur Hotel. Draaideur Hotel buitenzijde. Draaideur Golf buitenzijde richting openbare baan. Wanneer de koerier contact heeft met zijn ophaler, wordt er ingegrepen. Ja, actie nu, jongens. Politie, weer aangehouden. Lekker door, tegen die karren. Ben naar elkaar. Armen op je rug. Politie, ben aangehouden. Je bent niet het antwoorden verplicht. En je hebt recht op advocaat. Begrijp je me? Ja. Oké. Na aanleiding van onze observatie hebben wij zowel de koerier als de afhaler hebben we aangehouden. Kun je je voorstellen dat de slikkers en de koeriers vaak zelf ook meer slachtoffer zijn dan echt dader. Die zitten niet heel diep in de organisatie, maar die worden bijvoorbeeld geronseld omdat ze met geldproblemen zitten. Ze hebben heel veel kinderen en heel weinig geld. En die kunnen voor een paar duizend euro kunnen zij dan verdienen door bollen te slikken of door cocaïne mee te nemen in de koffer. Dus dat is eigenlijk wat hier het incident op Schiphol zelf, de onderkenning van de koerier van de slikker. Dat is eigenlijk het startpunt. Daar gaan we vervolgens een onderzoek op inrichten. Verdacht gaan we horen, we gaan de telefoons gaan we uitlezen, we gaan de verdovende middelen gaan we uitpakken. Natuurlijk om te kijken of we daar nog meer informatie uit kunnen halen. En eigenlijk na alleen van dat hele pakket aan informatie hopen we dat we
misschien wel naar een verdere opdrachtgever kunnen doorstappen, zeg maar, die verder in de organisatie zit. Terug naar Hazeldonk aan de Nederlands-Belgische grens, waar vandaag een grote NTV-controle plaatsvindt in samenwerking met de politie en de douane. MTV staat voor Mobiel Toezicht Veiligheid. Voertuigen worden van de weg gehaald om gecontroleerd te worden. De marechaussee richt zich vooral op de controle van reisdocumenten. Deze touringcar is van de weg gehaald. Alle inzittenden moeten hun ID-bewijs of paspoort tonen. It's immigration. We would like to see from all of you passport or identity card. What is your destination? Amsterdam. Okay. And the reason of your visit to Amsterdam? Just to. Deze dame uit Italië heeft haar zaakjes keurig op orde. Maar dat geldt niet voor een van haar medepassagiers voorin de bus. Zij kan geen reisdocument laten zien. Look, listen, no, listen. We decide how it's going to go, okay? Not you, okay? Hij kan mee naar buiten, maar ze moeten wel gescheiden blijven. Yeah, you can go outside, but you are separated, so you can step out. Collega's hebben de internationale bus gecontroleerd en daarbij trof ze een mevrouw aan. Die had een visum voor Italië. Echter, die is al lang geleden binnengekomen, dat noemen wij een overstay. Dus die is buiten haar termijn van het visum. En naast haar zat vermoedelijk haar vriend. En wat we nou gaan doen is, we gaan even allebei de partijen gaan horen. Kijken of de verklaringen overeenkomen of dat we te maken hebben met een mensensmokkelzaak, ja of nee. Even, desnoods met een tolk of in het Engels, gewoon even korte verhaaltjes aanhoren. Hoe kennen ze elkaar, hoe lang kennen ze elkaar, wonen ze samen? En dan kijken we daar ook wel even aan de hand van de verklaringen van haar en van hem, of dat overeenkomt. En als het niet overeenkomt, dan gaan we verder kijken of dat eventueel richting smaak gaat. Roy, met een talktelefoon. Ja, of in het Engels even, dat we in ieder geval de antwoorden hebben. En you've been together for 3 months now? Als de mensensmokkelzaak is, dan zal de vriend waarschijnlijk aangehouden worden en dan gaan we verder onderzoek doen. Dan blijkt uit de verklaringen dat dat niet het geval is, dan zal mevrouw wel met ons mee moeten, omdat zij buiten haar vrije termijn zijn op dit moment illegaal is binnen Europa. What for kind of work does she do? What work does she do? You know where she works? She? Yeah, you said to me. How you work? No, her work. What? It's a restaurant, Italian. It's a restaurant. You both work there. No, no, no. My work is I am technical computer. Principal Bologna. De reisdocumenten van de man worden gecontroleerd. En er is overleg over de verklaringen van beide personen. We hebben onderzoek gedaan naar de casus. En daar blijkt wel dat het verhaal klopt van beide personen. Er is geen sprake van mensensmokkel. Echter blijkt wel het feit dat zij gewoon nog illegaal is binnen Europa. Dus zij gaat mee om voor het vreemdelingentraject. En meneer mag ze weg vervolgen. En afhankelijk van wat haar status is in Italië, wordt er gekeken naar wat vervolg terecht zal zijn. En dus reist de man alleen verder en gaat de dame mee naar de brigade voor verder onderzoek naar haar identiteit. Het controleren van documenten is een belangrijke taak van de marechaussee. Tijdens de opleiding is hier dan ook veel aandacht voor. Wij geven les in reisdocumenten, reis- en verblijfdocumenten. Dus het gaat om paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. We gaan het hebben over de optisch variabele beelden. Optisch variabele beelden. Wat is er nou eigenlijk? Je ziet op een document best wel veel dingen glimmen. En dat vindt een vervalser natuurlijk ook fantastisch, als er iets glimt. Documenten kunnen vals zijn of vervals zijn. In beide gevallen moet de marechaussee de vervalsing kunnen herkennen. Nee. Hier vervalsen is dat je een goed document hebt, een echt document in de basis, dat je die gaat aanpassen. En een vals document is dan dat je een document hebt die je vanaf het begin helemaal namaakt. Dus je hebt helemaal niks, je gaat vanaf het begin, maak je een paspoort na. Dus dat is alles gewoon vals aan. Elk land kiest zijn eigen manier om een document te beveiligen. En dus moeten de studenten alle mogelijke vormen van beveiliging goed kennen. Er is een verschil tussen de kwaliteit van de documenten. Globaal moeten ze wel aan standaardpunten voldoen. Dus daarin verschillen ze niet. Maar toch mag elk land zelf bepalen wat van extra beveiliging ze toepassen. Dus het kan zomaar zijn dat één land ontzettend veel extra beveiliging heeft, en dat een ander land daar niet voor kiest. Het vak is een belangrijk onderdeel tijdens de opleiding. Want in de praktijk zullen ze nog met heel veel documenten in aanraking komen. Van de werkzaamheden van de marechaussee krijg je te maken met documenten.
En je krijgt te maken met mensen, dus die combinatie kun je niet loslaten. Tot zover de schoolbanken, terug naar de harde realiteit tijdens de MTV-controle op parkeerplaats Hazeldonk. Eerder zagen we dat vier Franse jongens niet door mochten reizen. Hun auto stond nergens geregistreerd en was ook niet verzekerd. De auto wordt in beslag genomen en een vriend, kennis uit Frankrijk, zal ze moeten ophalen. My bus will come here to take us to France. Yeah. But lucky. Na een aantal uren arriveert de vriend van de jongens, die hun baas blijkt te zijn. Maar ook bij hem blijkt een probleem te zijn. De jongens waarvan net de auto in beslag is genomen omdat het spookvoertuig betrof, die hebben dus een vriend gebeld, die is zijn opkomen halen. Die was echt zijn identiteitskaart vergeten, wat ons dus uiteindelijk weer de bevoegdheid geeft om het voertuig te doorzoeken. Ja, step out of the car. Yeah, because you don't have an identity card, you can search your car. I have a picture, is good. No. Hij kost een maand ophalen zonder ID-kaart. Hij had ook heel veel geld. This is not good. Huh? This is not good. You're crossing the border, so you need an identity card or a passport. Yes, this only shows you can drive a car, that's it. My identity, my ID card. Now you need original document, huh? My ID card, it's going. You know, my paper. Moment. Okay. Yep, kom even daar staan, allemaal. Daar zo, moving, kom, hup. Nee, daar. Jij hebt die kant in France, it's long time. What's your nationality? Yes, French. Do you have a photo for passport? Yes, I take my phone, is possible? Can I have your driver's license as well? Yes. Is your car? Yeah, my mother. Your mother? Yeah, mother. Home? Shall I know your mother? What's the name of your mother? Yeah? Address? Ik kom er overheen. Deze vriend is ook binnengebracht voor de controle en daarbij heb ik het voertuig gezocht. Echter hebben we niets te zaken die daar aangetroffen, dus mochten ze weg weer vervolgen, samen met zijn vrienden. Next time bring your passport with you. Yes, okay. Yeah? Yes. Thank you very much. Ja, het is niet slim om je ID-kaart te vergeten als je weet dat je naar politiecontrole gaat, maar ze zijn er wel. Inderdaad niet heel snugger. Volgende keer iets beter met elkaar communiceren. Dat scheelt je een lange reis voor misschien wel niets. We stappen in bij Luc en Nick. Zij surveilleren vandaag in het kader van de MTV-controle in het grensgebied van Limburg. MTV staat voor Mobiel Toezicht Veiligheid. Voor hun een auto die wel erg hard rijdt. Uitlopend. Afstand 200 meter. Loopt er steeds uit, 150. 8. 160. 1 kilometer nu. 70. 180. Heeft gezien. 70. De bestuurder mindert vaart. Heeft hij Luc en Nick opgemerkt? Zit doen, joh. Kijk. Uit vals. Hij heeft ons niet gezien. In de tunnel wordt er dus toch weer flink vaart gemaakt. Snelheid loopt weer op. 150. De snelheid loopt al snel weer op. 60. Goed. Luc en Nick hebben genoeg gezien. De auto gaat van de weg. Welke snelheid hebben ze gemiddeld? 180. 180. Ja, gemiddeld pieksnelheid 180, gemiddeld 175. De bestuurder mag volgen. Op een rustige plek wordt het gesprek aangegaan. Hallo. Goedenavond. Nederlands, Engels. Mag ik uw rijbewijs zien alstublieft?
Yes, helemaal goed. Wat denkt u dat de reden is dat we u aan de kant zetten? Ik vind het wel leuk. Ja, ja. U viel ons al, eigenlijk al op bij afrit Roermond. Daar kwamen we eigenlijk al met een flinke snelheid voorbij. Toen zaten we, ik denk, een minuutje op 5-6 achter u. En toen bleef u maar flink doorrijden. Toen dachten we, oké, okay, die is niet bang. Wat is de snelheid daar? Ja, maar op dat stukje is het altijd 100. Tot na de tunnels is het 100. Daarna krijg je pas een bochtje om 20 na 7 uur. Nou, we hebben hier geklokt. Schrik niet, 175. Er gaat nog een correctie vanaf. Kom je op 160 uit. Ja, jij reed echt flink door. Dacht je dat die auto's op rechts zo langzaam reden? Waar gaat het? Op rechts. Oké, okay, maar ik heb echt niet op rechts in de gaten gehad. Nee, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel erg. Het feit dat je ons niet gezien hebt, we hebben echt het hele stuk gewoon achter je gereden, dus je hebt die spiegel dan achterin niet gebruikt, zegt al voldoende. En daarnaast, het is ook niet zo dat je lekker stabiel rechts rijdt. Nee, ik ben ook net wakker. Ja. Nee, ik, we zagen een hoge snelheid in combinatie met dat je vermoedelijk met iets anders ook bezig bent. Het zei de radio, het zei met je telefoon, dat hebben we niet gezien. Ik zeg gewoon oprecht, ik ben net wakker. Ja. Ik ben onderweg naar mijn werk. Ja. Misschien nog eventjes wakker worden. Ja. Mensen hebben niet door, hè. Die denken dat je met 100 aankomt en die willen naar links. En dan ben je er sneller bij dan je denkt. Nee, oprecht. Nee, zeker. Maar we hebben nog een probleem. Mijn collega heeft 160 gemeten waar 100 mag. Dat is 60 te hard. Ja, 180 is een pieksnelheid. Een gemiddelde van 175. Oké. Okay. Eigenlijk is de bel haalt er nog iets vanaf. En nog een wettelijke correctie. Maar dan hou je nog steeds een invordering over. Rijbewijs wordt ook ingevorderd. Nu. Ja, dus je mag vervangend vervoer gaan regelen. Want jij rijdt niet verder. Ik ga een bewijs van ontvangst maken voor jou. Dat wij jouw rijbewijs meegenomen hebben. Nou, dan wacht even op. En die gaan we opsturen naar het Openbaar Ministerie en die gaan dan beslissing overnemen. Binnen 10 dagen neemt de officier een beslissing of jij je rijbewijs wel of niet terugkrijgt. Met als gevolg een procesverbaal uiteraard. De gegevens van de man worden ingevoerd. Hij zou opgehaald moeten worden en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Dan. 3901, hoor. Bericht voor de 3909. Wat is uw positie, hoor? Staande houding betreffende invordering rijbewijs afrit Zwalmen. Ja, we zitten namelijk vlakbij. Daar hebben wij een spoedmelding op dit moment. Daar heeft men afritmacht vermoedelijk ingebroken. En daar zijn wat molotovcocktails achtergebleven. Zojuist kregen we die melding van Kapkeswereld weer aan de telefoon dat de inbrekers terug waren vermoedelijk. De melder was aan het gillen en schreeuwen. Krijgen geen contact meer met die persoon en zitten dus vlakbij die over. Straks gaan Luc en Nick naar de verontrustende spoedmelding. Daar heeft de politie ook al. Wat is er aan de hand? Terug naar de Willem Drie-kazerne in Apeldoorn, het opleidingscentrum van de marechaussee. Door te tijgen, kom op. Hier staat de bullet te wachten. Een groep van 45 studenten zit in de allerlaatste fase van de algemene militaire opleiding, de AMO. Vandaag is de laatste training van de oefeningsweek. Wie deze nacht doorkomt, is geslaagd en mag verder naar het volgende opleidingstraject. Dat het pittig is, dat zagen we eerder al. Mag ik opnieuw, hè? Dat mag ook. Ik wil je nog een keer opnieuw wel. Kom op. Gaat-ie? Gaat alles goed? Doorzetten en volhouden is wat deze militair in spe doet. En dat is essentieel. Zeker vannacht, want ze zijn er nog lang niet. Jullie doel is natuurlijk die blauwe beret krijgen straks. En het einde nadert, dus jullie straks poort binnen mogen lopen. Alleen we zijn er nog niet. Er moeten nog obstakels overwonnen worden. Ja, en dan ga je niet alleen fixen. Iedereen is moe en afgepeigerd, maar ze moeten door. Tegen alle verwachtingen in volgt er weer een nieuwe fysieke inspanning. Hey, Luik. Volgende opdracht. Heel simpel. Op het kussen, direct te stoten. En ik wil vuur zien. U moet vol gas gaan. Elke klap moet u voelen. Top. Start! Vuur! Kom op. Netjes. Rammen.
Door de kust heen! Door, slaat dood. Op dit moment zijn leerlingen bezig met onderdeel zelfverdediging onder leiding van de IBT. Zelfverdediging is een groot onderdeel, ze mogen straks mensen aanhouden. En daarbij wil je toch wel een soort van daadkracht zien bij de leerlingen. En de kennis dat ze weten dat ze zichzelf kunnen verdedigen. En dat proberen hier te kweken. Dit is gelijk een oefening voor in de praktijk, hè? Die verdachte, die gaat straks geen rekening met u houden. Let op. Kom. Malik is nu een docent, maar hij weet nog goed hoe het is om de pittige training te doen. Hou hem op de grond. Hou hem op de grond. Hou hem op de grond. Goed nadenken. Wat heb je in je lessen geleerd? Ik heb zeker ook in de schoenen van de leerlingen gestaan enige tijd geleden. Ja, dat was ook wel afzien, maar vooral veel grenzen verleggen. En dat heeft ook wel voor mij geresulteerd. En dat ik weet waar mijn grenzen liggen. En weet ook dat je af en toe even over grenzen heen kan gaan. En dat het alleen maar goed is. Hoe staan we erbij? Toen jullie aankwamen, waar hebben we het over gehad? Motivatie. Motivatie, ja, maar ga eens trots staan, lui. Jullie staan met een ziel onder je arm. Ja, borst vooruit, kin omhoog. Maar jullie staan hier wel, hè? Terwijl de rest van Nederland in zijn nest ligt. Ja, daar mag je best wel trots op zijn, toch? Ja, wel, mensen. Het is bijna ochtend, maar er wacht nog één fysieke en mentale uitdaging. Er moet een mars gelopen worden met volle bepakking. Hoe lang en waarheen, dat wordt de studenten niet verteld. Leerlingen zijn om 1 uur begonnen met het programma. Het is inmiddels 6:30. En we gaan zo meteen aanvangen met de laatste mars voordat we de kazerne binnenlopen voor de brettenreiking. In groepen wordt in hoog tempo gelopen. Soms moeten de studenten omkeren en teruglopen om vervolgens weer om te draaien. Het werkt desoriënterend en is frustrerend. Elkaar er doorheen slepen is dan van groot belang. En dat is deze groep wel toevertrouwd. Echt jou omhoog houden. Kom aan! Blijf bij elkaar! Kom op! Niet gaan rennen! Kom op! En terwijl Nederland langzaam ontwaakt, is voor de studenten het einde in zicht. Dit peloton mag met opgeheven hoofd terug naar de kazerne. Ze worden met luid applaus onthaald door hun aanstaande collega's en familie, die natuurlijk glimmen van trots. Rust! Veldpetten! Af! Veldpetten! Baretten! Op! Baretten! Zonnevrij, zonneblauw! Na 12 weken mag de veldpet af en de blauwe baret op. Een prestatie om trots op te zijn. Na de felicitaties van de instructeurs is het de beurt aan de familie. Ah, je zit hier goed zo. Deze nacht was pittig voor iedereen, denk ik wel. Maar ook wel echt een mooie ervaring. Kijk hier met een trots gevoel op terug. Het was dus een zeer geslaagde nacht. De leerlingen hebben het allemaal gehaald. En ik kan me trots zeggen dat ik het gevoel heb dat we goede militairen hebben afgeleverd. En nu door naar het vervolg van de opleiding. Maar voor nu even rust. En dan gaan we morgen weer verder met onderhoud. Ja, want na een paar uur slaap moet alles nog even schoongemaakt en opgeruimd worden. Terug naar Luc en Nick. Tijdens een staande houding kregen ze een noodmelding. Er zou ergens vlakbij waar ze nu zijn een inbraak plaatsvinden. En de melder zou niet meer bereikbaar zijn. En dat is zorgelijk. Daar heeft de politie ook al. Ja. Is er nog geen contact? 1301 alweer, 1301 over. Correct. Alweer rechts, gewoon van naar binnen of wat? Ja, melder heeft nu
het servicecenter gemeld dat er twee jongens, jaar of 16, daar weer wilden inbreken. En dat die volgens mij weer weg zijn, maar dat heeft u vast nu gehoord, hoor. Ja, nee, kreeg ik. Ze heeft er een weg achterom waar we eventueel kunnen staan. Achterom bevindt zich het spoor, dus dan komt u, komen ze bij het spoor uit. Daar kunnen ze denk ik wel oversteken. Ik weet niet of daar hekwerken zijn, dat is mij zo even niet bekend. Ik kan even kijken op de luchtfoto. Ja, Melder bevindt zich in het pand-OC. Dus contact met Melder. Is begrepen. De politie is al binnen in de loods waar twee verdachten, twee tienerjongens, al zijn staande gehouden. Luc en Nick gaan de omgeving af en proberen de andere verdachten te traceren. Ja, ze hebben er twee gevangen, maar er zijn er dus nog meer vermoedelijk onderweg. Dus van de meldkamer hebben we nu een locatie gekregen waarin wij positie gaan innemen. Dat gaan we nu even doen. Ah, die gast. Horen die erbij? Zo dezelfde doelgroep, hè? Wel dezelfde doelgroep, ja. Heren, mannen. Jullie zijn zo aandachtig aan het kijken. Wat komen jullie doen? Ja, hij is hier langs gereden. Ja. En ik was een rondje rennen. En toen heb ik hem dat ook gezegd. En toen kwam hier allemaal politie, alles kwam voorbij. Ja, ja. Busjes, auto's, van alles te doen. Gezien het gedrag van de jongens is het niet aannemelijk dat zij betrokken zijn geweest bij de inbraak. Verder onderzoek door de politie en het ondervragen van de verdachte leidt hopelijk tot het vinden van de inbrekers. Tot de volgende keer.